Politieke ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Migratie, stikstof, mest domineren het nieuws. En na Prinsjesdag, komende dinsdag, volgen natuurlijk de algemene beschouwingen. Volgens velen het belangrijkste debat van het jaar. Welke vergezichten zijn er eigenlijk, nu het regeerprogramma van dat kabinet Schoof op tafel ligt? Aan tafel allereerst de leider van de grootste oppositiepartij, GroenLinks PvdA. Meneer Timmermans, hartelijk welkom. Dank. Ja, je kan veel zeggen, maar ze hebben concrete doelen en ze hebben er zin in. Ze willen aan de slag. Daadkracht? Nou ja, zo concreet vind ik het allemaal niet. Het is concreet daar waar het gaat met geld brengen naar de rijkste Nederlanders en geld weghalen bij de mensen die het minder hebben. Dat is duidelijk. Bezuinigingen zijn ook concreet op onderwijs, op sociale zekerheid. De GGD zei vanochtend al, wij kunnen zo niet verder als het zo doorgaat. Ja. Dus dat is wel allemaal concreet. Maar waar ze nou met Nederland naartoe willen, waar ze over 5 of 10 of 15 jaar willen staan, dat komt er helemaal niet uit. Ze, willen, ze trekken zich terug achter de waterlinie, het luik gaat dicht, de klok wordt stilgezet. Dat is een beetje de indruk die je krijgt als je dit ziet. Ja, strengste asielbeleid ooit. Ook een concreet doel, daar komen we zo over te praten. Ja. Even die algemene politieke beschouwingen volgende week, na Prinsjesdag. Ja. Is dat inderdaad het belangrijkste debat van het jaar? Ja, denk het wel. Dank dat u de druk er nog eens even op zet. Maar, ja, waarom niet? Het is voor mij ook de eerste keer, dus ik ben ook heel benieuwd. Ik heb geprobeerd met mijn collega's me goed voor te bereiden naar alle woordvoerders in de fractie die het fantastisch doen. Ja. Te luisteren naar wat belangrijk is. En dat probeer ik dan te verwerken in mijn bijdrage. En wat is uw belangrijkste speerpunt in dat belangrijkste debat? Dat het anders kan. He, we zijn nu 10 maanden na de verkiezingen. Die verkiezingen gingen voor een groot deel over bestaanszekerheid. Nu komen voor het eerst de concrete plannen en die gaan bijna niet over bestaanszekerheid. Althans, die doen niet wat mensen verwachten, namelijk dat we iets echt doen aan de armoede, dat we echt de kloof in Nederland dichten, dat we er echt voor zorgen dat iedereen mee kan komen. Sterker nog, de grootste verandering is dat een aantal geplande belastingmaatregelen, zodat ook de rijke Nederlanders, dat ook aandeelhouders bij gaan dragen, die worden teruggedraaid. Om u één voorbeeld te noemen, de belasting op het inkoop van eigen aandelen. Die zou naar schatting, de jongste schattingen, ongeveer 2 miljard per jaar opbrengen. Die wordt geschrapt. U wilt het hebben over bestaanszekerheid, over armoede. Daar gaat de verkiezingen over. Ja, maar het debat gaat nu over iets heel anders. Ja. En dat is migratie. Ja. Want dat is... U bepaalt niet de agenda, dat is de werkelijkheid van dit moment. Zeker. Maar dit kabinet bepaalt de agenda. En op dat gebied hebben ze plannen. Het uitroepen van de asielcrisis, de noodwet, Tweede Kamer, buitenspel, geen permanente verblijfsvergunning meer, geen nareizen, meerderjarige kinderen. Dat zijn plannen. Het strengste asielbeleid ooit. Ziet u ook migratie als een groot probleem? Migratie is een grote uitdaging voor alle westerse samenlevingen, ook de Nederlandse samenleving. Uitdaging, geen probleem. Het is ook een probleem. Als het een uitdaging is, is het ook een probleem, uiteraard. Maar het is niet de moeder van alle problemen. Het is wel een probleem, het moet worden opgelost. Dat gaat over asielmigratie, over arbeidsmigratie, over studiemigratie. Moeten we allemaal aanpakken met concrete maatregelen. Absoluut. Maar we moeten ook niet ons laten verleiden om alleen maar daarna te kijken. Want dat is ook een manier van partijen die de coalitie vormen om geen aandacht te krijgen voor al die dingen die ze stiekem erdoor... Schoof zegt iets anders. Hij zegt, we hebben de oproep van de kiezer gehoord. En zeker. Schoof zegt, de kiezer zal denken, er wordt eindelijk iets gedaan. Ja, en dat zal zo zijn. Maar dan moeten we nog zien of het ook daadwerkelijk gebeurt. Als Schoof de hele directe vraag krijgt... Schoof. De hele directe, ja, niet zo verwarrend na de afgelopen weken. Hè? Als hij die hele directe vraag krijgt, is er een asielcrisis? Dan geeft hij geen antwoord, dan zegt hij de mensen voelen dat. Dat is in mijn ogen, het antwoord is dan, nou, ik kan er niet bewijzen dat de crisis er is. En als je daar bewijs moet gaan zoeken voor een crisis... in de zin van de wet, namelijk er moet een oorlogssituatie zijn of een noodsituatie zijn. Als je daar bewijzen voor moet gaan zoeken, en dat doe je er maanden over, dan is er kennelijk niet een noodsituatie. Dan is er wel in het gevoel van mensen een crisis, en dat respecteer ik ook, maar we hebben genoeg aan onze wetten en regelgeving om die problemen aan te pakken. Daar hoeven we niet de Tweede Kamer voor buitenspel te zetten. Ik wijs u even een noodwet voor nodig. Ik wijs u even op hoe de mensen erover denken volgens Gijs Rademaker, mijn collega van het RTL Nieuwspanel. Die zegt, de plannen van migratie, over migratie, deze strenge plannen, worden breed gedragen. Door de mensen die op deze partijen gestemd hebben... maar ook door de mensen die op de oppositiepartijen hebben gestemd. Bijna de helft van ook de mensen die op uw partij hebben gestemd... Die vinden het goed dat dit gebeurt. Maar zullen we het dan over concrete dingen hebben in plaats van over noodwet? Wij hebben bijvoorbeeld voorgesteld, mijn collega Marjette Partijn... die heeft vorige week voorgesteld, daar waar bij de arbeidsmigratie de meeste misstanden zijn. Hè? Heel slecht betaald, heel ongezond werk, bijvoorbeeld in de slachterijen. Toen, net als Duitsland, laat daar geen uitzendwerk meer toe. Alleen maar vaste contracten. Dan verbeter je al de arbeidsomstandigheden. Dan zorg je al voor vermindering van arbeidsmigratie. Kijk eens naar de transportsector, wat je daar kunt doen. Kijk eens in de tuinbouw. De tuinbouw, ik heb dat gezien, ook in het Westland. Je kan nog veel meer doen met automatisering. Je kan ook, heb ik gezien, bijvoorbeeld bij een aardbeiienkweker in Limburg... je kan ook veel beter zorgen voor de arbeidsmigranten, dat ze niet op straat terechtkomen, dat ze niet voor overlast zorgen. Dus pak het zo aan. Ja, en als het gaat om asiel en migratie, maak nou eens werk van het beter beschermen van de Europese buitengrenzen. En schrap niet de spreidingswet die ons juist helpt om de crisis, want de echte crisis is natuurlijk een opvangcrisis. Ja. Er komen niet meer asielzoekers dan de afgelopen jaren naar Nederland. Sterker nog, zelfs iets minder. Dus waar de echte problemen zijn, bij de opvang, los die op. Ja. En ook in Europa hebben we ook afgesproken... we maken een Europese spreidingswet. Ga daarmee aan de slag. We vragen zoveel van Europa... en dat hele regeerprogramma, 1 paginaatje over Europa. Ja, maar goed... Laten we nou eens even kijken naar wat er in andere landen gebeurt. Bijvoorbeeld Duitsland, daar heeft uw partijgenoot Schultz de grenscontroles afgekondigd. Ja. Morgen beginnen ze. Zegt u het hem na of heeft u een beter plan? Nou, hij moet, ieder land mag extra grenscontroles uitvoeren. Nederland doet dat ook al jaren. Dat moet je wel dan motiveren, wat de reden daarvoor is. Duitsland heeft te maken gehad met aanslagen. Dus Duitsland gaat nu extra controleren. We zullen zien wat de motivering is en hoe ze dat doen. Iedere lidstaat heeft het recht dat te doen. Maar het moet wel, zeg maar, in verhouding staan tot het doel wat je wil bereiken. En dat zal de Europese Commissie beoordelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit een tijdelijke maatregel is. Is natuurlijk ook... Hè, ik was gisteren in Heerlen op werkbezoek. En er zijn ook mensen die, zeg maar, in Duitsland wonen en in Heerlen werken. En zeggen, krijg ik straks dus problemen aan de grens. Dus je moet ook rekening houden met mensen die in de grensstreek wonen. Nederland heeft, onze logistieke sector profiteert enorm van het feit dat we overal kunnen doorrijden aan de grenzen. Dat willen we graag zo houden. Natuurlijk. Toch, ik had het net even over die uitslagen, hè, van die enquête van Gijs Rademaker. Daaruit blijkt dus dat ook in uw achterban een groot deel van de mensen, bijna de helft, vindt dat er hard opgetreden moet worden op het gebied van asielmigratie. Wat doet u daarmee? Want u zegt... Eigenlijk wil ik het over andere dingen hebben. Ik wil het over bestaanszekerheid hebben, over de oude agenda natuurlijk van de Partij van de Arbeid. Met alle respect. Maar wat doet u met deze gevoelens? Ik heb u net heel concrete dingen gezegd. Wat we in Europa moeten doen. Wat we met de spreidingswet... Het is toch... Maar erkent u die zorgen? Ik hoor u dat niet zo zeggen. Erkent u die zorgen van die mensen? Maar natuurlijk erken ik die zorgen. Ik heb me in de Europese Commissie 5 jaar met dit onderwerp ook bezig gehouden. We hebben met een enorme crisis te maken gehad toen Assad beestachtig tekeer ging in Syrië en er 1 miljoen mensen deze kant op kwamen. Natuurlijk ken ik de zorgen van mensen. Ik heb er zelf jaren mee gewerkt. Juist. Wij lopen als GroenLinks Partij van de Arbeid ook helemaal niet weg voor die zorgen. Maar we laten ook niet gebeuren dat we het alleen nog maar daarover hebben en het er niet over hebben dat in Nederland het bedrijfsleven douceurtjes krijgt en de mensen die gerekend hadden op verbetering van hun inkomenspositie het nakijken hebben. Zelfs nog erger dan verwacht, want de heffingskorting wordt ook nog verlaagd. Het kabinet roept een asielcrisis uit, er komt een noodwet, de Tweede Kamer staat buitenspel. Bent u eigenlijk teleurgesteld in NSC dat ze hiermee akkoord gaan? Ik kan mij niet voorstellen dat de Kamer woensdag geen paal en perk stelt aan dit initiatief. Ik kan het me niet voorstellen. Ik hoor Pieter Omtzigt vorig jaar in de Torbeke-lezing nog heel duidelijk zeggen... noodwetten? Nee, nee, nee. 3 keer nee. En ik neem toch aan dat NSC... ook met mij eens zal zijn dat we genoeg wettelijke instrumenten hebben... om dit probleem te tackelen zonder op noodwetten over te gaan. En heeft u Pieter Omtzigt eigenlijk nog gesproken? Ja, hij heeft mij gebeld nadat hij, om mij te vertellen dat hij thuis zit. En dat hij... Ik heb hem beterschap gewenst. We hebben afgesproken dat ze nog eens een keer een kop koffie samen gaan drinken. Op heeft het hierover gehad met hem? Over nee, dit? Nee, want toen was het programma nog niet bekend. Huh? En ik ga niet met iemand die moet uitrusten... die ga ik niet om zijn oren slaan met dingen in de politiek op dit moment. Had hij nog speciale verzoeken aan u? Nou, hij heeft mij gewoon verteld dat hij nu even rust moet nemen. En hij heeft mij gevraagd om te spreken met Nicolien van Vroonhoven. Dat zal die hem waarneemt? Dat zal ik ook doen. Hopelijk kan ik er vanavond nog even spreken of anders in de eerste. En waarom zou u haar moeten spreken? Gewoon, ja, voor haar is het ook ineens... Zij wordt ook ineens een diepe gegooid. Ja, maar u bent toch niet haar coach? Nee, zo bedoelde hij het niet. Veel meer van, goh, hoe ga je die discussie voeren? Hoe gaan we proberen met elkaar om te gaan? Want ik zou het heel erg fijn vinden als we het echt over de voorstellen van het kabinet gaan hebben. Ja. En dat ik de kans krijg om te laten zien hoe GroenLinks Partij van de Arbeid het heel anders zou doen. Mm-hmm. Wat het kabinet doet hier, zegt u, is een beeld oproepen. Een beeld dat alles eigenlijk te maken heeft met migratie. Onderschat u het belang van het beeld niet? Kijk, ik vind als je bestuurder bent, heb je rekening te houden met het beeld, uiteraard. Maar je hebt nog veel meer rekening te houden met de feiten. Als je alleen maar op beeld gaat zitten, dan verdwijnen de feiten achter de kim. En dan kunnen we geen genuanceerde discussie meer voeren over maatregelen die ook daadwerkelijk werken. Dan hebben we het alleen nog maar over het beeld. En links is de gebeten hond als het hierover gaat, over dit onderwerp. Hè? Dat is ook het beeld. Ja, maar ik probeer nu al 3 keer aan u te vertellen dat wij hele concrete maatregelen voorstellen. Bij de arbeidsmigratie, bij asielmigratie. We hebben ons daar in Europa ook voor ingezet. Dus het beeld wordt opgeroepen. Maar de vraag is dan, dat is uw taak en mijn taak, klopt dat beeld eigenlijk wel? Ja. Ik denk dat dat beeld niet klopt. Ik denk dat het beeld ook niet klopt dat dit land op het punt staat ten onder te gaan door 50.000 asielzoekers per jaar die hier naartoe komen. Ik denk dat dat beeld ook niet klopt. Nee. Dus wij zijn als politici en bestuurders verantwoordelijk, ook als er bepaalde beelden zijn, om te blijven bij de feiten en te blijven bij concrete oplossingen om de problemen aan te pakken. Maar waar ik zo bang voor ben, is dat bijvoorbeeld Wilders zoveel beloofd heeft voor de verkiezingen. Los van asiel en migratie, zoveel beloofd heeft over ziekenhuizen, over inkomens, over het verlagen van de pensioenleeftijd, over een regeling voor vroegpensioen, maakt die allemaal niet waar. Nee. En dan kun je zeggen, als het gewoon een marketing zou zijn, nou fijn, dan gaan de kiezers wel naar een andere partij. Nee, mensen in het land worden daardoor steeds cynischer. Dat heb ik gisteren in Heerlen ook gemerkt en keren zich juist af van de politiek. Dus raakt het ons allemaal en raakt het de democratie rechtstreeks. Het beeld leidt ook tot... Nou, misschien moet je het zo wel zeggen, tot haatgevoelens jegens u. U krijgt dagelijks een hele bak narigheid over u heen. U niet alleen. Dat kan ik niet ontkennen. Ja. Er zijn ook andere politici. Beïnvloedt u dat? Ja. Hoe? Het zou niet eerlijk zijn als ik daar nee op zou zeggen. Dat is voor niemand leuk. Gewoon heel menselijk. Dat is voor niemand leuk. Ik vind het veel fijner als ik bekritiseerd word om de plannen die ik heb die mensen niet goed vinden, dan dat het om mijn persoon gaat en dat ik als persoon niet zou deugen. Dat vindt geen mens fijn. Hm. En vooral vind ik het vervelend, en nou, vervelend is nog te zacht uitgedrukt, als de mensen om mij heen raakt. Die hebben dat niet verdiend, die hebben daar ook niks mee te maken. En dat vind ik jammer. Ja. Voor mevrouw Kaag was het aanleiding om de politiek te verlaten. Ja. Heeft u die gedachten zo? Nee. En gelukkig de mensen om me heen. Mijn belangrijkste muze en inspiratie is Irene, mijn vrouw. En die zegt, joh, jij laat je door die lui niet wegjagen, hè? En dat is ook zo. Ja, u heeft ook wel eens over uw vrouw gezegd dat zij dacht dat het wel eens heel lastig zou kunnen worden en dat ze er misschien ook niet zo voor was dat u terug zou keren naar Den Haag. Nou, zij heeft met een aantal andere mensen wel gezegd dat dit zou kunnen gebeuren. En ik heb dat zelf... Ik heb niet gedacht dat het zo heftig zou zijn, moet ik eerlijk toegeven. Want ja, ik ben 9 jaar weg geweest uit de Nederlandse politiek en 9 jaar geleden was het toch minder. Het was anders. Toen speelde men op de bal, nu speelt men op de persoon, heeft u wel eens gezegd. De persoon speelde toen ook een rol, maar men was niet de bal vergeten. En nu heb ik wel eens het indruk, het gaat in de politiek, zoals overal, om het spel en de knikkers. Ja. Maar nu lijkt het er af en toe alsof we het alleen nog maar over het spel hebben en iedereen de knikkers vergeet. Daarom wil ik graag over het minimumloon spreken. Ja. Daarom wil ik graag over de belastingverlichting voor grote bedrijven spreken. Dus u vindt die nieuwe sfeer, een nieuwe manier van werken niet leuk, niet fijn. Bent u wel de geschikte man daarvoor? Nou ja, kijk, ik heb eraan moeten wennen. En mijn grote vuurproef is aanstaande woensdag. Ja. En we zullen zien of ik dat kan of niet. Staat dan de oppositieleider op? Eindelijk zou ik haast zeggen. Ja, kijk, ik blijf gewoon altijd dicht bij mezelf. Dat zal nooit veranderen. Als je kunstjes gaat doen, dan lukt het helemaal niet. Bescheiden, want u zou dat misschien wel moeten zijn, de oppositieleider. We zullen het zien. Moet iemand dat uit zichzelf zeggen? Daar zijn recensenten voor. En Arnon Grunberg weet, je hebt soms goede recensies, soms mindere recensies. Daar moeten we ook als politici mee leven. Ik moet gewoon ervoor zorgen dat ik leiding geef aan twee partijen die hebben gekozen voor een linkse samenwerking als startpunt voor een grote linkse beweging, waarvan ik hoop dat in een paar jaar ook andere partijen zich erbij aansluiten, zodat we echt een vuist kunnen vormen tegen dit rechtse beleid. Want het is wel allemaal knetterrechts wat over ons heen komt op dit moment. Die omgekeerde Robin Hood die de VVD nu organiseert. Omgekeerde Robin Hood. Ja, okay. Ze gaan geld halen bij de mensen die niks hebben, om het te geven aan de mensen die al alles hebben. Nog heel even tot slot. Zometeen hebben we het over landbouw, hebben we het over de mest. Ja. Hier neemt het nieuwe kabinet het beleid van het vorige kabinet goed deels over. Ja. Dat gaat leiden tot krimp van de veestapel. Was u verbaasd? Nou ja, waar ik het meest verbaasd over was, ik heb dan zo'n beeld van 4 onderhandelaars die aan een tafel zitten. En dan zegt, ik neem aan de VVD, nou, weet je wat, we gaan 15 miljard weghalen bij dat geld dat eigenlijk bedoeld is voor de boeren. En dan zie ik zo 3 onderhandelaars die kijken naar de 4e en die denken, en die gaat nu protesteren. En die 4e zegt, nou, als ik een extra veetje op het ministerie van Landbouw mag zetten, als ik wat minder belasting op rode diesel hoef te betalen, dan mogen jullie die 15 miljard hebben. Wat hebben boeren daaraan? We moeten straks toch een ander uit en het geld is weg. U heeft het hier over de rol van BBB, van Caroline van der Plas, om precies te zijn. Ik ben echt oprecht bevreesd voor een kille, koude sanering. En daar heeft niemand baat bij. Ja. De boeren niet, maar de samenleving ook niet. U heeft aardig wat voetstappen in Brussel liggen. Het plan is nu om toch ook weer naar Brussel te gaan en daar te kijken of er uitzonderingen mogelijk zijn, of er wat gedaan kan worden. Kansrijk? Nee. 0? Nou, kijk, Nederland heeft al zo vaak, en daar heb ik zelf ook mijn best voor gedaan, uitstel, uitzonderingen, of het nou om melk ging, om mest ging, om stikstof ging. En op een gegeven moment zegt Brussel, ja jongens, nou moet er toch wel eens een keer geleverd worden. En dat is niet gebeurd. En kijk, los van Brussel. De waterkwaliteit in Nederland is zo slecht dat wij straks onbetaalbare rekeningen dreigen te krijgen voor ons drinkwater. Gaat niet lukken, zegt u. We moeten de waterkwaliteit. De natuur moet de kans krijgen zich te herstellen. Het kan, maar er moet wel streng beleid worden gevoerd. Ook met het oog op de toekomst van de boeren. Heel hartelijk dank. Tot uw dienst. Bedankt voor het kijken. En vond je dit een goed gesprek? Vergeet je dan niet te abonneren. Een like of een comment achterlaten kan natuurlijk ook. Oh ja, had je dit al gehoord? Het stikstofdebat, dat was totaal gepolitiseerd. Dat ging alleen maar over wat heb jij toen en die regering. Boeren zijn daar niet mee bezig.